Verrassend is het niet, maar daarom niet minder zorgelijk. Opnieuw zijn er meer meldingen gedaan van agressief gedrag aan boord van passagierstoestellen die van en naar Schiphol vliegen. Het blijft niet bij schelden en schreeuwen. Het gaat ook vaker mis met passagiers die anderen of zelfs de bemanning fysiek aanvallen. Duwen, trekken, schoppen, slaan, spugen. Het zijn geen uitzonderingen meer. Vooral aan boord van de Nederlandse maatschappijen stijgen de cijfers. Bij de prijsvechters gaat het juist wat beter en die zien een daling van het aantal agressiemeldingen. Soms moet er een tussenstop worden gemaakt om agressieve passagiers van boord te halen. Dat gebeurde vorig jaar bij Transavia, onder andere op een vlucht van Dubai naar Amsterdam. Twee mannen en twee vrouwen bedreigden de crew en werden in Wenen uit het vliegtuig gezet. Later kregen ze van de rechter boetes en mochten ze opdraaien voor de kosten van de tussenlanding. Jij denkt dat je heel wat voorstelt, hè? Je stelt helemaal niks voor, jij! Om de bemanning op zo'n situatie voor te bereiden, wordt er op Schiphol geoefend met acteurs. Wij trainen onze cabinecrew op dat moment om in gesprek te gaan met de passagier. En op het moment dat dat niet mogelijk is, betekent dat wij hen voor de consequenties stellen hun gedrag aan te passen. Of dat we andere maatregelen moeten nemen. Maatregelen die we dan kunnen inzetten is dat we eerst met hen in gesprek willen gaan om te deescaleren. Mocht dat niet lukken, dan zullen we hen voor de keuze stellen of gedrag aanpassen. Of we zullen een landing moeten maken, zodat ze kunnen afstappen. Godverdomme! Dat oefenen gebeurt hoogstens een paar keer per jaar. Dan blijft het voornamelijk bij schreeuwen. En dat terwijl er steeds meer klappen worden uitgedeeld. Kun je jezelf weerbaar noemen na een training die je één keer per jaar krijgt? Helaas. We doen het beste wat er op dit moment mogelijk is. Maar tegen dergelijk heftig gedrag kun je nooit volledig weerbaar zijn. Zeker als mensen dus opgesloten zitten in een vliegtuig en daardoor die spanning ook echt voelen. Ja, het is absoluut een stap in de goede richting om personeel te trainen. Eén keer per jaar, één keer in de drie jaar. Maar als deze trend zich blijft voortzetten, dan ben ik wel van mening dat er wat meer aandacht naartoe moet gaan. En misschien ook zelfs wat meer naar die fysieke de-escalatietechniek. En als je ergens jezelf en anderen leert verdedigen, ook in nauwe ruimtes, zoals aan boord van een vliegtuig, dan is dat wel bij Krav Maga. Krav Maga is, als je het mij vraagt, het meest realistische zelfverdedigingssysteem ter wereld. Het is ooit bedacht en ontwikkeld in Israël, wordt ook gebruikt door het Israëlische leger. En nu beschikbaar voor alle burgers ter wereld om zich veiliger te maken. We hebben hier zelfs een steward ook trainen. Stewards en stewardessen die kunnen hier natuurlijk ook zichzelf weerbaarder maken. Waarbij het vooral ook belangrijk is dat je steeds daar weer een stapje in zet. Dus het gaat er niet om dat je in één keer de allerbeste bent. Het gaat erom dat jij je een stuk veiliger voelt en dat ook waar kunt maken doordat je feitelijk getraind bent in zelfverdediging. Ik durf zelfs te voorspellen dat als dit zo doorgaat qua stijgende lijn, qua agressie, nou, dan gaan we denk ik naar hele andere takken van sport. Ik denk dat er misschien wel een soort van beveiliger meereist aan boord of twee. Volgens mij moeten we iets anders oplossen en moeten vooral zorgen dat het niet langer voorkomt. Voorlopig zijn de vooruitzichten niet hoopvol. Als 2019 voorbij is, zullen er weer meer meldingen zijn geweest dan vorig jaar.